Nou, ik kijk iemand gewoon aan met mijn diepe blauwe ogen. Jij hebt bruine ogen volgens mij. Vergeet de paracetamol, lachen is het beste medicijn om de intraweek door te komen. En vandaar sta ik hier bij de Melkweg voor de Comedy Night. En wij gaan eens even kijken, wat is nu het beste medicijn tegen je kater? Is dat een pijnstiller of is dat lekker lachen? Sascha, heb jij een mop? Nou, er komt wat hoor. Oh. Niet, nee, dat is het erge, nee. Wat is het verschil tussen een bakker en een tapijt? Ze maken allebei platte dingen. Een bakker moet vroeg opstaan, maar een tapijt kan lekker blijven liggen. Ah. Wat zegt de jihadisten-instructeur op zijn eerste werkdag? Ik weet niet al. Hij zegt, jongens, ik ga dit één keertje voordoen. Klop, klop. Wie is daar? Wat denk jij wat beter werkt tegen een kater als student zijnde? Is dat een pijnstiller of is dat misschien wel even lekker een avondje lachen? Beide zijn goed, maar het allerbeste is wel gewoon lekker veel drinken voordat je gaat pitten en ibuprofen de avond van tevoren. Ik denk een paar pijnstillers. Ja. Ik denk combinatie. Wat nu helemaal het beste medicijn is, een pijnstiller of lekker lachen, daar zijn de studenten het niet helemaal over eens. Maar één ding wat we wel allemaal zeker weten is dat samen lachen veel leuker is dan alleen. En daarom ben ik hier bij de Westergasfabriek. Want hoe vind je als student nu jouw grote liefde waar je lekker samen mee kan lachen? We gaan het zien. Gewoon je telefoon geven en vragen om de nummer. Zo easy? Ja. Geen openingszin of zo? Nee, gewoon geven en dan krijg je het. En als ze nou nee zegt? Ja, dan weglopen. Nou, ik kijk iemand gewoon aan met mijn diepe blauwe ogen. Ja, bruine ogen volgens mij. En dan zeg ik, hou je deur. Gewoon even afstappen. En dan? Ja, geen idee. Ja, je moet gewoon een beetje oogcontact maken. Dan even wachten tot de jongen naar je toe komt en dan een beetje praten en dan een beetje leuk kijken en dan zo. Met meisjes gaat het meestal zo. Het is een heel stappenplan, joh. Jij bent uit de hemel komen vallen. Zeker weten. Wat vond je van mijn openingszin? Ik vond het helemaal, het was de eerste keer dat ik je mooi. Ja, nou. Ja. En werken openingszinnen nog een beetje om iemand te versieren of hoe gaat het bij jou? Vaak werkt het wel, hoor. Maar je moet er wel een origineel hebben. Zoals? Mag ik jouw engel zijn vanavond? Of word ik je duiveltje? Ja, ik vind hem wel goed. Ik ben hem goed. Is het de of het magazijn? Het magazijn. Jij magazijn. Smooth. Vanavond hebben we de beste jokes gehoord. En we hebben gespeurd voor de beste versiertips. Morgen gaan we ook speuren in het Vondelpark en in de Pijp. Als jouw groepje de meeste punten wint, kun je een fantastische boottrip winnen. Nou, willen we dat nou niet? Ik in ieder geval wel. Wij zijn er morgen bij.